Yo, kijk, van hier even met een nieuwe aflevering van GTA 3. En we gaan weer verder met de D-missie met Donald's Escort Service. You are proving to be a safe investment. A rare thing in these days of falsehood. My Oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. Unharmed? Nou, dat kan ik dus niet beloven. Maar ik ga wel iets proberen. En wat is dat square dingetje? Gewoon de politie hier langs laten rijden. Gewoon een random AI, maar gewoon op damage. Dat is handig. Waar moet het ding helemaal naartoe dan? En dan maar eens wist. Deze plek was een keer heel lang gestaan om de politie af te komen. In een van de episodes. Dat ik gewoon helemaal niets geholpen had. Ja, welke kant op? Ja, omaatje echt lekker aan de kant. Maar waar moeten we helemaal naartoe? Zo, die scheelt ook niet veel. Zullen dat die gangmembers zijn? Of zo precies de bedoeling was? Ja, dus. Hier is langs. Ah. Zo. Jullie donder even op. Oh, dit is bad. Move. Oké, de auto krijgt damage, dat is alleen niet zo heel mooi. Dat er boven eentje staat. Ik rij even iets vooruit. Kijk wat die achter allemaal staat. Dat is een taxi. We gaan echt compleet de andere kant liggen, random uit. Je had verwacht. Wow, bedankt bus. Dat zijn geen gangsters. Althans, die zien er niet zo uit. Moet je allemaal dezelfde soort kleding aan. Dit zijn wel gangsters. Ja, als je een beetje doorrijdt. De kant die erop gaat. Weer zo'n random idee dat je de andere kant op zou gaan, want iedereen weer zal verwachten. Maar ik zie niks. Die rare camera angles. Wow, loading screen. Rijden. Oké, die gaat zichzelf wel redden. Jongens, I need something. I need some help. I need a new fan. Ik heb heel erg wat damage gedaan. Maar ik weet niet hoe ver ik nog moet rijden. Dat is het enige probleem. Als ik verder doorrijd. Gaat het enorm pijn zijn. Ja, is het gelukt? Close it. Mission passed. Ah, dat is een lange escort. Maar het ging in één keer goed. Dat is op zich best wel chill. Voor de eerste keer. Ah, een hele lange tijd. Alleen, hoe kom ik hier weg? Ik heb geen idee waar ik zit. Daar ben ik verder nog echt nooit niet geweest. Of ga ik hier zo meteen weer de brug op? Ik kan van met downwards en upwards. Maar ik zie nog helemaal niks bekends eigenlijk. Ik weet ook helemaal niet precies wat ik naartoe moet. Ik doe ook maar iets. Heb ik hier een brug gevonden. Maar ik had gewoon voor mezelf in het rechtdoor kunnen rijden. Nou oké. Ja, dan ben ik inderdaad nog nooit geweest. Wow. Nog meer pew pew, pang pang, pong pong. Hier naar boven. Daar mag ik nog helemaal niet zien. Dan gaan we nog deze kant weer op. To the other side. Ik heb een flauw idee waar ik naartoe moet. Een van de random site weg. Dus ik moet ergens die kant op. Ik moet ergens op die brug zien te komen. Maar waar? Ik weet dat ik hier een safe house heb. Wait a second. Ik kan hier naar binnen. Let's go down. Jongens, jullie blokkeren echt gewoon de complete weg. Doordat jij dus doorrijdt, heb jij een hele berg schade. Ik heb een hele berg schade. En jij rijdt gewoon door. Rechtdoor dus. Dan komen wij hier van links of van rechts. Alleen met deze tunnel kunnen we nog iets sneller bij de juiste plek aankomen weer. Gaan we straks weer verder gaan. Met deze game. Maar echt, wie heeft ooit bedacht al deze tunnels? Die gozer moeten ze ontslaan. Nee, moet ik dan deze kant of zoiets was het. Kom ik enigszins goed uit. Hop. Kijk, hier moet ik zo meteen zijn. Nou, we gaan twijfelen. Ja, hier met Rockstar's Headquarters. Kijk, dat zit alweer juist. Enigszins de bekende wereld voor ons. What does that look? Nou, als een damaged vehicle. Nee, dus we weer lekker gaan saven. En de volgende episode een nieuwe missie gaat starten. Weer bij D. Maar er zijn nog 2 missies en dan is D klaar. Nee, Donald Explode. Goed zo. Dan is nog R en A en dan... Ik wil wel een heel eind in de game. Voor de main story. Dus in ieder geval, laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doei!